Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandag 6 augustus. Het wordt een stralende snikhete dag vandaag met nauwelijks bewolking. De temperatuur die loopt vrij snel op, en vanochtend is het al op veel plaatsen boven de 25 graden er waait dan een zwakke wind uit het zuidoosten. Vanmiddag wordt het zo'n 29 graden in het noordwesten en 34 graden dieper landinwaarts. inwaarts. Nog steeds is er veel zon en misschien dat er een enkel stapelwolkje ontstaat. Aan zee steekt een zeewind op en die zorgt voor enige verkoeling. Vanavond blijft het nog lang warm, met maxima tussen de 25 en 30 graden. In de nacht daalt het kwik uiteindelijk naar zo'n 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw zo'n zeer warme dag met nog wat hogere temperaturen. De temperatuur loopt op naar 31 tot 36, misschien lokaal wel 37 graden. In de avond is er wat meer bewolking en mogelijk dat er ook een onweersbui gaat vallen in het zuidwesten. Vanaf woensdag wordt het duidelijk wat wisselvalliger met vaker buien en de temperatuur gaat ook geleidelijk aan dalen. Donderdag en vrijdag liggen de maxima over het algemeen rond de 25 graden of er net iets onder. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne maandag.